Hallo mafkeesies, het is weer tijd voor een verhaaltje. Dit keer heet het Kijken doe je met je. Het is weer een prachtige dag op recreatiepark De Boshoek. De vogeltjes fluiten en de kinderen spelen. En dan... Casey! De stem van Kokkie klinkt over het hele terras. In de keuken staat Kokkie boos naast Casey. Voor hem staat een reusachtige pudding met een alle regenboogkleuren. Verse stukjes aardbei. Hey, en een hap eruit. Een hap eruit? Casey, zegt Kokkie boos. Als ik zeg, je mag wel even kijken hoe ik deze pudding maak, dan bedoel ik ook kijken. En kijken doe je met je mond, zegt Casey. Nee, kijken doe je met je vingers, roept Casey blij. Net voordat Casey zijn vinger door de slagroom heen wil steken, pakt Kokkie de pudding weg. Kijken doe je met je ogen, zegt Kokkie. Kokkie snijdt een stuk van de pudding af, waar de hap uit is, en maakt de pudding weer heel. Hij pakt een schaaltje met aardbeien. Hé, maar waar zijn de aardbeien gebleven? Langzaam kijkt Kokkie naar Casey. Casey's wangen staan helemaal bol. Vol zit zijn mond. En hij is druk aan het kauwen. Kokkie kijkt Casey vragend aan. Casey, wat heb jij in je mond? Geschrokken stopt Casey met kauwen. Hij kijkt naar Kokkie en piept met volle mond. Niks. Casey, weet je het zeker? Casey knikt driftig ja. Kokkie komt iets dichterbij en zegt... Want, je weet het hè, kijken doe je met... Net op het moment dat Casey ogen zegt, valt er een stuk aardbei uit zijn mond. Casey slikt snel de rest van de aardbeien door, pakt het stukje van de grond en geeft het aan Kokkie. Alsjeblieft, hier lag nog een stukje. Kokkie pakt een ander schaaltje, welke vol zit met rode bessen. En zegt zuchtend, gooi dat stukje maar weg. Ik versier de pudding wel met de rode bessen. Maar zeg nu eens eerlijk, Casey, heb jij de aardbeien opgegeten? Casey stopt het gevallen stukje aardbei eerst in zijn mond. Ja, sorry Kokkie, maar ze zijn ook echt zo super de puper lekker. Kokkie doet het laatste rode besje op de pudding en tilt de schaal met de prachtige pudding op. Laat ik deze dan maar eerst veilig opbergen in de koelkast, voordat jij hem helemaal opeet. Kokkie loopt naar de grote koelkast. En het is geen gewone koelkast, nee, hij is net zo groot als een slaapkamer. Kokkie doet de deur open en zegt terwijl hij de koelkast inloopt, Casey, ik vind het echt heel gezellig als je langskomt in de keuken. Maar in mijn keuken geldt één regel. Kijken doe je met je. Op dat moment valt de deur van de koelkast dicht. Ogen, zegt Casey. Nu weet ik het wel, Kokkie. Kokkie? Casey loopt naar de grote koelkast toe. Kokkie! Ja, ik ben hier, Casey, roept Kokkie vanuit de grote koelkast. De koelkastdeur is dichtgevallen en ik kan de deur van binnenuit niet open doen. Wil je de deur open doen? Net als Casey de grote deur wilt open doen, bedenkt hij zich. Dat gaat niet lukken, Kokkie. Hoezo niet? Vraagt Kokkie vanuit de koelkast. Casey doet met een grote glimlach zijn arm over elkaar. In jouw keuken geldt maar één regel. Kijken doe je met je... Ogen, zucht Kokkie aan de andere kant van de grote koelkastdeur. En mijn ogen krijg ik de koelkastdeur toch niet open? Casey draait zich om en loopt de keuken uit. Ik zie je! Hij botst nog net niet tegen Willy op die de keuken inloopt. Willy hoort gebonk uit de koelkast komen en doet de grote koelkastdeur open. Een koude Kokkie komt snel de koelkast uit en geeft Willy opgelucht een dikke knuffel. Ik ben zo blij dat jullie met z'n tweeën zijn hier op de Boshoek. Dan komt tenminste altijd alles weer goed. Leuk verhaal, hè? Hé, het is tijd om te slapen. Ik zie je. Wij zijn er morgen weer om dezelfde tijd. Ben jij er ook? Ik zie je.